Thanks aan de twee zwervers die vannacht om 3 uur 's nachts mijn auto hebben opgeruimd, schrijft Monica, die vorig jaar in april en september ook al een ingeslagen autoraam had. Hoop dat het Sophia May package jullie huis als een thuis zal laten voelen, jullie de show stelen met mijn Burberry trenchcoat en jullie een hoop vrouwtjes mogen verleiden met die prachtige, maar vooral sexy DS2 boots. Eerder werd ook al ingebroken bij haar toenmalige woning toen ze op vakantie was. Er werden toen geen spullen gestolen. Lekker mama trots maken zo op de zaterdagavond. Eindigt de influencer het bericht, die haar autoramen al voorzien heeft van een anti-inbraaklaag. De manager van Monica laat aan RTL Boulevard weten dat ze nog niet weet of ze aangifte gaat doen. Het Sophia May pakket dat gestolen is, komt uit de nieuwe lijn van de YouTube-ster.